Dat bovenlicht, dat was dus dat was, geknald in de oorlog. Dat was een gewone ruit. Ja, dat denk ik. Ja. En daar was toen niks voor in de plaats gekomen. En ik vind dit wel een mooie invulling. Oh, nu zie ik ook aan de, inderdaad, het Gouden Kruis, dat je bovenin ziet, dat teken van de kloveniers nog. Daarboven, hè? Ja. De schutters. Ja. Wat staat er in die tekst? Vive? Er staat Vive l'Arc B. En dat betekent larkbus. En een arcbus, oftewel een bus, is een geweer. Ja, 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 ja. Dus daar schoten ze mee aan de achterkant. Het was het derde schuttersgilde van de stad. Sint-Sebastiaan de handboogschutters. Sint-Joris de voetboog, of andersom. En de derde gilde was dan de schutterij van den Bus. Ja, we zijn hier in, dit is natuurlijk echt een monumentenpand, Dam 36. Maar we zijn hier omdat jij ook cursussen verzorgt, of niet in je eentje, maar met een aantal docenten. Ja, dat klopt. Bij het Zeeuws Archief en voor de Zeeuwse Volksuniversiteit. En dat heet Wonen in een Monumentenpand. Ja, dat klopt. Die geven op hun eigen specialiteit een les in geschiedenis. Peter Seinke doet mee van de oud-archivaris van Middelburg. Anneke van Waarden van het Zeeuws Archief. Iemand van de gemeente, Annette Hannewijk. Over subsidies, over kleurstellingen, waar je aan moet houden. En als je al die lessen, die zes stuks gehad hebt, dan komt alles nog eens een keer bij elkaar in de geschiedenis van dit pand. Precies, en daar, dan, ja, dan laat je eigenlijk gewoon zien wat de tips en trucs voor als je ja, gaat wonen. Ja, dus alles komt aan bod, wat de ontstaansgeschiedenis is van het huis, wie er gewoond heeft. Architectuur, wat ik er zelf aan gedaan heb. Ja. Je moet er zelf een beetje aan doen om het in stand te kunnen houden. Ja, ik zie heel veel oude dingen. Zelfs de vlaggenmast die jij gebruikt, dat is gewoon een oude boom. Ja, dat klopt. Dat is een spar. En die spar werd gebruikt om het dak, zie je de kap. Daar zitten allemaal sparren in verwerkt. En dit was er eentje die over was. Ja, en die kap, dat zei je net toen we aankwamen, dat is een vrij bijzondere kap, of? Nou, in zoverre dat die is helemaal intact. Gelukkig is dit pand in de oorlog niet verwoest. Als het drie huizen verder had gestaan, dan wel. Maar de grootste delen zijn nog intact. En maar is dat dan een hele oude kap of wat? Die is van de kap is van 1548. Zo, echt? Dus al die balken, die kun je ook zien aan de telmerken. Die zijn hier bijtelt, zeg maar. Zo werd als een soort blokkendoos werd zo'n huis in elkaar gezet. Want dus we zijn nu in het achterhuis. Ja, het achterhuis is jonger dan het voorhuis of ouder, dat weet ik niet precies. Maar we hebben het in ik denk 15 jaar geleden volledig. Het is met een storm, zijn alle dakpannen eraf gewaaid. En toen dachten we, dan moeten we wat nieuws aan doen. Of dan moeten we het maar in. Goed aanpakken. Dus toen zijn er nieuwe sparretjes ingekomen. Is het dak beschoten en geïsoleerd. Dus, okay. Dus dit. Maar bijvoorbeeld die, die nagels die je erin ziet, die pennen. Oh, ja. Die waren allemaal afgebroken. Dus dan moet je met een scherp mesje en een stukje eikenhout, moet je weer nieuwe pennen gaan maken en die erin zetten. Ja, dan kijk ik natuurlijk gelijk even naar buiten, want zijn altijd buitenkantjes. Dit is dan de achterkant van de stad. Een stukje achterkant Kuiperspoort. Daar de dwarskaai, de oude school. Ja, dat is de ULO-school. Die zat er ook origineel in. Hij is wel een beetje afgesleten natuurlijk. De treden. Dat is een beetje een rommelkamertje. Dus, En hier, mogen we hierin? Ja hoor, natuurlijk. Dit is je kantoor. Ja. Ja, van die enorme ramen, dat is toch heerlijk. Er zit echt enorm veel hout in zo'n pand, hè? Ja. Nou, ik heb ook alles, dat komt ook in de cursus weer terug. Ik heb dus alle balken weer op tekeningen gezet met de originele krullen eraan. En wat een boom loopt natuurlijk, van onder is die dik en van boven is die dun. Ja. Dus zo'n boom verjonkt, zeggen ze dan. Ja. En dan die sleutelstukken die eraan zitten. Dan zie je hier dat er een sleutelstuk aangehangen is. En daar zit hij in de boom zelf. Ja. Hier, dat zijn allemaal weetjes die van belang zijn voor de constructie van het gebouw in voorraad. Kijk, dit vind ik ook wel een beetje maf. Want dit kan open, zie ik. Het is een deur, er zit een sleuteltje. Maar als je daar doorstapt, dan stap je gewoon in het luchtledige. Ja. Heeft dat ooit een functie gehad? Of?
Nou, ik denk dat er een trap gezeten heeft. Want het is heel lang een winkel geweest. Oh ja. Ik heb een familie uitgezocht die van 1870 tot 1910 ingezeten heeft. En die familie hebben tot nu toe uitgezocht. En ik heb daar een goede vriend in Canada aan overgehouden. Oh ja, grappig. Die één keer in zoveel tijd hier naartoe komt. En die wist me te vertellen dat de winkel in koloniale waren, die was veel kleiner en had je een soort grote binnenkamer erachter met de binnenhaard, zoals dat dan heet. En mijn voorganger die heeft het allemaal uitgebroken en heeft er een grote winkel van gemaakt. Dit is eigenlijk een ruimte die gemaakt is, of groter geworden is dan oorspronkelijk, om meer licht binnen te laten. Maar dit was eigenlijk een verdieping. Oh, dus hier liep een balk, een moerbalk van hier zo de muur in. En dit was het plafond. En dat is uitgesloten. Ja, ja, ja. Snap je? Dus dat plafond hoorde eigenlijk bij de eerste verdieping aanvankelijk. Ja, ja. Het is een prachtig plafond, hè? Ja. Maar dit heeft ook, dit is de bovenste, het lijkt echt wel gewoon een pakhuis functie. Ja, het... Het is moeilijk te achterhalen waar het nou precies voor gebruikt is, hoor. Ik denk verenigingslokaal voor de schutterij. Ja. En ik heb ook oude tekeningen dat hier zo liep helemaal door tot de stadsmuur. En daar schoten ze met geweren. Ja, ja, dus ja. Ik denk dat er ook een hoop lood in de grond zit nog. Ja, dat is echt buitengewoon. Ja. Ik zie jou daar bij de buren, dat zie ik ook wel. Dat is ook een redelijk authentiek ding. Ja, dat ja, dat is ook. Ik ben er nooit in geweest in ieder geval. Nou, je hebt hier hordes met toeristen in de zomer. Ja, die gewoon even komen kloeren. Ja. En weet je wat ook wel, wat ook wel leuk is, tenminste dat vind ik zelf, dat is een beetje handwerk. Dus die deur heb ik zelf gemaakt. Oh ja. En ook de hengen hier zo. Stukjes erop gelast, dat het weer oud lijkt. Dit heb ik zelf gemaakt. Ah, het is een hele mooie poort. Ja, en met smeedijzeren nageltjes. Ja, ja, ja. Erin het zoals het hoort. En wat heb je nu aangebouwd? Heb je dit voorstuk aangebouwd of wat bedoel je nou net? Ja, deze pui die heb ik erin laten zitten. Ja, ja, ja. Dus dat was gewoon één open geheel. Want die kwam met de deur in huis, zeg maar, letterlijk. Ja, letterlijk, ja. Dus om een beetje afscheiding te houden, ik vind dat wel mooi. Mooi tussending. Ja. Heb je verder nog iets te melden? Want wanneer gaat de cursus van start? Dat is misschien nog wel handig om even... Moet ik even kijken. Ja, ik dacht in begin maart of zo, de eerste. En wat kost het als je het mee wilt doen? Weet je dat? Ik dacht dat het €130 kostte, ja, voor zeven lessen. Ja. En die duren waarschijnlijk anderhalf uur of iets. Ik zoek het op de website ook wel eventjes op, ja, natuurlijk. Ja, ja, dat is goed. Ja. Oké, okay. Nou, dankjewel voor je toelichting. En, ja, graag gedaan. Ja, misschien kom ik nog wel even stiekem live. Dat je reclame is wel leuk. Oké, okay, ja, ja. Okay, dankjewel. Okay.